Groeimaten, ik zit in de auto met Fabiola van Temptation Island. Ja? Ja, ja. Het is allemaal afgelopen nu. Mm. Vond je het leuk om mee te doen? Ja, ja. Ik vond het echt wel een toffe ervaring. Ja? Zeker, ja. En je bent 18, zei je? Mm. Dus 18, je denkt, schrijf me gelijk weer voor Temptation Island? Nee, ik was gevraagd. Oh, je was gevraagd? Ja, ik was wel gevraagd. Ik had wel heel even over nagedacht. Heel even? Ja, en gevraagd aan mijn moeder, fiets goed? Dus zij zei, doe waar je geluk voor. Je leven is wel flink veranderd, denk ik, daarna, zeker. Of niet? Ja, ze wil even op zijn kop. Want je had daarvoor ook al een tv-programma meegedaan? Ja, Holland's Next Top Model. Holland's Next Top Model. Ja. En wat vond je leuk om te doen? Ja, sowieso Temptation. Dat kon ik wel meer mezelf zijn. Qua Holland's Next Top Model is een beetje gescript en zo. En ja, dit precies. Kon ik gewoon... Maar ik heb wel vaak gehoord dat het een beetje nepper was. Ja, ja. Ja, je zat vanaf het begin natuurlijk al een beetje met Niels. Ja. Vond je het nou echt leuk of was het echt gewoon Temptation? Nou, eerst was het echt Temptation, dadelijk echt wel een klik dan hij zeg maar, dat we samen goed konden praten. Laat daarop houden, maar verliefd binnen 2 weken, nee. En na Temptation sprak je hem op? Ja, af en toe wel. Ja, soms zeg maar wel. Hij is nu maar, met Rosanna samen? Ja, hij is nu samen met Rosanna. Maar zeg maar, toen was het heel dubbel voor hem. We hadden een dikke ruzie met Rosanna. En hij vond mij best wel leuk nog, want hij was wel best wel aardig verliefd op mij. Ja. Ja. Ja, dat was ook wel te zien, ja. Ja, heftig. Ik kon zeg maar met geen enkele andere iemand praten. En hij zat dan bovenop me van, wat zeg je, wat doe je? En hij hield het de hele tijd in de gaten. Dus eigenlijk was het meer een soort van Temptation Island alleen dan andersom. Ja. Hij was meer jou aan het verleiden. Klopt. Ja, we gaan zo meteen trainen. Ja. Ga je wel vaak naar sportschool? Ja, meestal wel 3 keer per week. En ik heb ook een heel lange tijd voor kickbox. Want je doet natuurlijk modellenwerk, daar moet je wel een beetje fit voor zijn. Klopt. En wat voor oefeningen doe je meestal? Billenoefeningen? Ja, squats. Ik had een tijdje personal trainer. Want ik ben zo klunzig in de sportschool. Dan sta ik zo van, oh, wat moet ik nou gaan doen, weet je wel. Ja, precies. Nou, daar ga ik je wel bij helpen zo meteen. Ja, dus ga daarom... even die billen, even die billworkout doen met Fabiola. Dat is top hoor. Een scoopje erbij. Jij hebt al een keer een scoopje gehad, toch? Ja, Donnie. Ja, klopt. Donnie Roelvink had scoops meegenomen net in deze dagen. Ja, die hadden echt gewoon 10 potten mee. Ja, heeft hij aan iedereen uitgedeeld. Nou, dat is top. Ja, klopt. Nou, dan krijg je zo meteen een lekker scoopje en dan gaan we die hele tent afbreken. Die billen vol pompen met bloed. Yes. Weer lekker kunnen flaneren. En wie weet voor jou in de toekomst als je nog een keer meedoet met zoiets. Ik vond het al verpast op de grote kom. Zeker weten. Daar zijn we dan bij de Koestaf Gym in Amsterdam. Ik denk dat het tijd is voor een lekker scoopje, hoor. Ja. Hey Fabiola, scoopje erbij. Graag. Met cafeïne. Water doen, dat is lekker. Ja. Die had ik ook in Mexico gehad. Ja, deze. Van Donnie. Ja. Nou, dus dan komt hij. Gewoon een volle scoop. Mond achterover. Oh. Oh, de hele scoop valt in haar. Lekker toch? Dit ik ook. Nou, ik neem ook even een lekker volle scoop, jongens. Nou, de scoopje gaat even inwerken en dan gaan we zo over die hele tent afbreken. Dan hebben we die billen workout. Oké, de warm-up is gedaan. We hebben de Stairmaster, we hebben die glutes, benen opgewarmd. We gaan nu squatten. Je hebt wel vaak gesquat, toch? Ja. Ik zal nog even voeren wat belangrijk is. Je hakleunen, voet op schouder breken. Hier pak je de slang. Ja. En je zak op de hakken. En daar doe je weer wat. Ook met vanuit je hakken. Zak jij maar naar beneden.
Ja, dan moet je langzaam zakken. En weer omhoog. Goed je billen squeeze aan de bovenkant. Ja, zo. Jezus. Zo. Hij gaat hartstikke goed. Als je boven bent, goed aanspannen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop ook dat je er wat aan hebt. Ik hoop ook dat jullie er wat aan hebben gehad. En jullie veel kijkplezier hebben gehad. Vond je dit een leuke video? Vergeet niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Te abonneren. En laat ook weten in de comments wie jullie vinden dat ik nog een keer moet uitnodigen om mee te gaan trainen. Wie willen jullie graag zien? Heb jij nog een leuk idee? Nou. Vertel dan een keer maar. Kelly met de billen. Kelly met de billen. Dat zou wel een goede zijn inderdaad. Hey, jongens, groei lekker. Zo. Breek je hele tent af. Maak mij trots. Kom op daar jongens.